Henkens en Rossa nog op het middenveld. Belgali neemt zijn rechtsachter positie opnieuw in. Centraal kapitein op het middenveld samen met de schrijver. Swinnen die mag blijven staan. Ook al is Bitsindu opnieuw. Dit is offside. Doorkoppen van Abdallah. Van der Smissen. Opnieuw in de voeten van Abdallah. En dan de trap in de handen van Fiermarin. Een eerste trap van Thibaut van Acker. Sanes. Fout van de schrijver. Guillaume de Schrijver met overtreding op Sanes en die gaat geel krijgen. Van Acker opnieuw. En nog eens trappen. Deze keer naast. Nieuwe poging van Thibaut van Acker, zijn tweede van de avond. En daar is Sanes weer. En dan is het uitkijken. Die vindt Tordarsson. Tordarsson gaat eens proberen. Maar bal hoog over. Die klaar staat. De schrijver. Op het goede moment naar Schouterden, die kan trappen en scoren. En zo zorgt Niels Schouterden voor de 0-1. En dat op een moment dat Liersen met een man minder op het veld staat. Ja, werkt prima af. Dus noodgedwongen vervangen door Ljongola. Hier de bal voor de schrijver die Schouterden op het juiste moment aanspeelt. Het begint bij Teunkens en dan de schrijver die het heel goed ziet en Schouterden die zijn linker kan gebruiken. Even tikken en dan trapt hij hard, maar verzekert alle supporters dat hij nog alles zal geven. Kevin Kies. Ja, krulte bal voorbij de muur. Er zat genoeg kracht achter. Swinnen legt de bal goed. En meteen weer naar Schouterden. Schouterden trekt voor. Schuurmans. Nog eens en over. Eerst met rechts en dan met links. Twee keer Kenneth Schuurmans. Ja, dit Liersen is scherp hoor. Ljongola. De schrijver. Ja, goed op bij Guillaume de schrijver. Kijken, voortrekken. Abdallah in één tijd. Onderkant lat, maar niet binnen. Nee. Abdallah bijna met zijn zevende van het seizoen en bijna met de 0-2. Daar begon het bij. En dan Guillaume de schrijver. Goed kalm gebleven richting penalty stip. En daar dook Abdallah op. Die was al aan het vieren. Ja, Sanes doet dat prima. Kijk eens, schitterend gedaan. Belgali, nee. Wat een geweldige actie van Arthur Sanes. Belgali, die de bal niet in doel krijgt. Hier prima aangespeeld door Sanes. Belgali die eigenlijk voorzet. En dan verwacht. Henkens. Ja. En dan is er de gele kaart. Hier de fout van Schouterden. Trapt daar Tordarsson aan. Daar toch met een kans. Hier nog eens. Bal geschept tot bij Ljongola. En dan Torinsson die komt aanlopen. Geel voor de Zweedse tiener. Die in de strijd wordt gebracht. Bijna Gillekes. Maasens op het verkeerde het been. Dat is jammer voor Liersen. Want stond daar helemaal alleen Jens Maasens.
Jongola, dat is goed. Van Akker, mooi. Aanval van de Palieters. Jongola. En dan met... Dat is goed. En dan de kans voor Anello Sales. Nee, Tunkens redt. Het is nog niet gedaan. Hij gaat erin, maar de vlag de hoogte in. Jawel. De assistent van Willem stond al een tijdje te vlaggen. Nu Lommel. Tordarsson die Anello vindt. En die trapt in één tijd. En dan Sales. Wordt wellicht ook verloren. Bal weggetrapt en dat verdient geel, zegt Willems. Boe geroep vanwege de supporters. Maar het zit erop. Lierse wint met het kleinste verschil van Lommel.